Ik heb een What I Eat in a Week video gemaakt. Ik had ooit een What I Eat in a Day. Dat was kort. Maar ik dacht, ik ga ervoor. Ik ga ze een hele week bijhouden wat ik precies eet. En dan ga ik filmen en dan ga ik vertellen en delen. Gewoon een realistische, very, very realistische week. Wat ik eet, wat ik drink. Hoe ziet mijn week eruit qua voeding? Ik ben vegetarisch, ik eet vegetarisch. Verder... Ja, kijk mee naar mijn week. Ik begin mijn dag altijd met Keltisch zeezout. Een snufje Keltisch zeezout. Zoek even op TikTok voor de benefits daarvan. En daarnaast drink ik water. En ik vul mijn cup altijd 1,2 liter. En ik drink eigenlijk eerst vooral heel veel water. Ik zorg ervoor dat ik dit op heb voor de lunch. Is mijn doel eigenlijk altijd. Meestal als ik me aan het opmaken ben, heb ik mijn eerste op. En mijn ontbijt bestond deze dag uit lekker vers Fort 9 brood. Dat halen we altijd op zaterdag in het weekend. Dus nou, semi-vers. Met hummus en crispy chili erop. Wat aardbeien en blauwe bessen. En een dubbele espresso erbij. Daarna belandde ik bij Avisa thuis, vriendin van mij. Ik kreeg lekkere havercappuccino en lavashak heet dit. Een klein opgerold fruitdingetje. Super lekker. Heerlijk. Dit is Iraans. Het is amazing. Toen was het lunchtijd en eens in de 6 weken ga ik naar Annelijn om mijn huid te doen. En onze favorite routine stopding is dat we dan altijd bij de Subway's gaan eten. Ach, ik ben zo gek op Subway's. Ik ben echt de grootste Subway's fan ever. Er is een tijd ging ik het 3 keer in de week hier altijd omdat ik het gewoon, oh, I love it. En dit keer ging ik voor iets nieuws. Namelijk, ze hebben nu Fiesta, Fajita, nou ja... Ik wilde dit, maar dan heb ik wel gevraagd of ze hem vegetarisch willen maken met de vegetarische kip teriyaki erin. Ik moet zeggen, lekker, maar ik vind toch mijn gebruikelijke vegan-order beter met alles erop en eraan. En ik ga altijd voor de chipotle saus en een Sinas Vitamin Water erbij. En ik doe hem 30 centimeter. I know, I love it. Ik ben zo'n Subway's fan. Tussendoor vul ik mijn cup met water. En toen was het tijd voor avondeten. En dit is een Green Chef recept. Wederom niet gesponsord. Ik heb ooit samenwerking gehad, maar ik heb dus ook geen code voor jullie niks. Maar we bestellen het gewoon als consument. Doen we dit ook. Dit is de maaltijd van deze avond. Een vega balletjes, groenten, wrapjes... Beetje kaas erbij. Ja, we zijn met z'n drieën. Dus wij, twee van ons zijn een kleine. En we bestellen altijd voor 4 man. En dan doen we... Of we houden wat over voor de volgende dag. Dat was in dit geval wel zo. Of als het echt te lekker is, eten we nog wel eens op. Maar deze wrapjes, ja, gingen er goed in. En dat was maandag. Vervolgens is het dinsdag. Beginnen we met zout en water. En toen was het weer tijd voor brood. Tegen deze tijd begint het wel droog-ish te worden. Dus dan toast ik het vaak. Dit keer heb ik er wat boter op gedaan. En wat vegetarische boterhamworst. Och, dit is ook... Ik vind het zo lekker. Die vegan boterhamworst voor de vegetarische slager. Aanrader. En de andere heb ik met kaas gedaan. Jong belegen kaas vind ik lekker. En een dubbele espresso. Ik probeer niet te veel koffie te drinken op een dag. Ik doe echt mijn best. Tussendoor een kommetje met aardbeien en blauwe bessen. Dan wat yoghurt tussendoor. En toen weer geroosterd brood met smashed avocado. Ik deed wat citroensap in mijn water. Dit was mijn lunch dus. Toast met avocado en citroensap. Toen had ik een afspraak, daar kreeg ik een ijs latte met zo'n energiebar ding van Dadels. En het avondeten bestond uit een soort pokeball-achtig iets met heel veel groenten en tempeh. En rijst. En echt heerlijk was dit. Oh, ik hou echt van groene groenten. Broccoli vind ik het allerlekkerste wat er is qua groenten. Dus dit ging er heel goed in. Bij ons allemaal. En voor slaap heb ik nog even overnight oats gemaakt voor de volgende ochtend. Volgende ochtend. We starten met zout. De overnight oats komen uit de koelkast. En daar doe ik wat vers fruit bij. Dus blauwe bessen, aardbeien. Een paar piekennoten bovenop. Gecrunched. Citroen in mijn water. En toen was het tijd voor een snack. En dat was een beetje van dit van dat skeer. Blauw bessensmaak. Tussendoor nog een koffie. Als lunch maakte ik een fantastische salade die ik heb geleerd in Amerika. Eigenlijk is een copycat van een salade die ik daar in de supermarkt had gekocht. Die ben ik op een gegeven moment zelf gaan maken. Ach, het is echt zo lekker dit. Echt jam. Dit is een recept van wat ik ook in het barbecueboek doe. Want echt, I love deze salade. Love, love, love. Sowieso dingen die hier voorbij komen. Heel veel staat in ons huidige kookboek. Zoals overnight oats en zo. Maar voor nu deze salade. Echt, so good. Dit. En toen heb ik van die vegetarische kipstukken in de airfryer gegooid. En er bovenop gedaan. En nou, echt best lunch ever. En dat eten we gezellig samen op. Terwijl we thuis aan het werk zijn.
Het avondeten bestond uit de restjes van het avondeten van gisteren. We hadden dus echt te veel, dus dan eten we dat de volgende dag op als lunch of avondeten. En Gregor heeft daar dan vegan kip bij gedaan. Dus de rijst die nog over was van gisteren, daar heeft hij wat sausjes bij gedaan. En de groenten en dan dus vegan kip erbij. En als toetje zo'n ijsje, want mijn dochter nam maar één. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook, vind ik zo lekker. Volgende ochtend zout, water en een smoothie gemaakt als ontbijt met de kleine samen, blauwe bessen. Haar overnight oats had zij niet opgegeten, dus die gooi ik ook bij de smoothie. Hop, dan gaat het er maar in. Bananen uit de vriezer. En blenden maar. Yum, yum, yum. Snack, een wortel met restjes hummus. Zo maak ik de hummus op. En een koffie. We waren onderweg met de kleine en we hebben een bananenbrood gedeeld. Plakje. En toen was het tijd voor lunch. Het was een evenement waar we waren. En och, dit eten. Het was echt zo lekker. Het was allemaal van Van Dam catering. En ik ben hier een mocktail. Brood met aioli. Ik ben vergeten om te zeggen dat ik vega ben. Het gebeurt me echt. Ik ben echt al 10 jaar vegetariër. Maar ik vergeet het soms bij dit soort dingen. Dus dan schuif ik het gewoon weg. Wat niet vis of vlees is. Dus ik heb dat gegeten met burrata. Groente dingetje. Och, dit was met truffel. Dit was... Oh. En vervolgens ook nog zo'n toetje met passievrucht. Super lekker creamy. Nou, dansen geblazen. Hartstikke gezellig en leuk. En in de avond super simpel gnocchi met pesto en twee worstjes. Dit was keus van onze dochter. Dus toen is dat gekocht in de supermarkt. En daarna nog wat water met citroen voor het slapen. Want ik had een beetje last van mijn buik. De volgende ochtend maakte Gregor het ontbijt. Die ging wat nep bacon bakken. En een omeletje erbij. Yummy. Water. Koffie. Een banaan als snack. Koffie buiten de deur. Een cappuccino. En een geitenkaassalade. Het is bij Van der Valk. Ik heb ooit gewerkt als serveerster bij Van der Valk. En echt, hun geitenkaassalade is super lekker. Serieus, altijd goed. Beetje stoffig imago, maar het eten is altijd goed. Heerlijk. Een glaasje cola erbij. Drink ik over het algemeen vaak als ik buiten de deur ergens eet. En 's avonds hadden we weer een lekkere homemade maaltijd. Door Gregor met aubergine. En couscous en wat groenten en dingetjes. Dat was het. Volgende dag zout, water en een smoothie. Aardbei, banaan, amandelmelk. Heerlijk. We houden echt van smoothies. In de zomer is bijna elke dag wel smoothie. Ontbijt, lekker. Op zaterdag halen we dus vers brood bij Fort 9. We halen ook altijd iets lekkers. En voor mij is dat altijd de amandelcroissant. Oh, ik vind die zo lekker. En terwijl onze dochter op dansen zit, eten we dat lekkernijtje in de auto op. Handjevol blauwe bessen. Toen was ik bij mijn moeder, heb ik een soepje gemaakt. Dit is ook echt een standaard routine. We doen dan het brood halen en dan eten we een vers soepje wat we maken. In dit geval heb ik het bij mijn moeder thuis gemaakt. En soepje met brood, met die vegan mortadella erbij. Lekker als lunch. Daarna dit ding, een soort toetje dingetje, zat wat op. Daarna nog een stuk van moeders kruffen gegeten. Nou, het ging los hoor. En toen 's avonds aardappeltjes, broccoli en vega kipnuggets. Zondagochtend pannenkoeken. Bij ons thuis doen we heel vaak pancake morning. En dan zet Gregor de griddle aan en maakt hij heerlijk van die pannenkoekjes. Hier met stukjes kaas erin. Och, so good. Ja, echt. Zijn pannenkoeken zijn de beste. Als snack een cranberry bar, omdat ik in een museum was. En daar heb ik ook geluncht bij het ei. Was dat. Oh, dit is zo lekker. Zo'n Turkse yoghurt met ei en chiliolie. Ik kan het elke dag eten. En 's avonds hadden we eten besteld, Koreaans. Mega fan van. Echt love, love, love de Koreaanse keuken. En ik heb zo'n bibimbap heet het geloof ik besteld. En dan vega. Dat hebben we lekker opgegeten. En een deel ook in de koelkast gezet als leftover voor de volgende dag. En dat vinden we ook gezellig. In dit geval de kleine dus ervoor al gegeten. En die hebben we op bed gelegd. En daarna zijn we samen dit gaan bestellen en eten. En ja. Voor mij is het ook heel leuk om te zien wat zeg maar het patroon is in hoe ik eet. Soms hou ik het bij. Soms niet. Soms heel lang wel. Soms heel lang niet. Laat ik het even zo beloop. Ik merk ook dat ik heel anders in Nederland eet dan dat ik bijvoorbeeld op vakantie ben. Of weet je, als je op vakantie bent, ben je toch wat meer snackies en dingetjes. Ik ben dus ook niet echt een toetjespersoon. Dat vind ik heel grappig, want ik zie dus dat ik deze week... Ik heb één keer dat ijsje gegeten die mijn dochter ook had. En ik heb één keer bij een event een soort toetje in de middag gegeten. Maar het is niet dat ik elke avond een toetje wil of zo. Elke dag zout, elke dag water. Ik drink over het algemeen, drink ik... 2 tot soms wel 3 Stanley's vol met water. En dat zie ik nu ook terug in de video. Dat ik zoveel water drink. En
Vaak met een citroentje erin, vind ik ook lekker. 3 gerechten zelf gemaakt van dus Green Chef, Nosebon. En 3 keer dan zelf. Opvallend veel buiten de deur een lunch. 1 keer eten besteld op zondag. Ik vind dat het bij de koffie ook best goed gaat. Er zijn tijden geweest dat ik echt 10 koppen koffie per dag dronk. Maar tegenwoordig is het 1, 2, hooguit 3. Vaak een dubbele espresso. Soms een havercappuccino zie ik ook echt als een treat. En vroeger kon ik echt 10 havercappuccino's op een dag drinken. Echt gewoon helemaal niet goed ook voor mijn buik en zo. Het is gewoon te veel koffie, weet je. Ik word daar helemaal jittery ervan en ja, dat is niet handig. Wat ik ook zelf leuk vind om te zien, ik ben niet zo van de snacken, zakken chips en zo. Maar ik ben wel van, zeg maar, meer avondeten. Oh, ik vond het eten wel lekker. Neem nog een bord. Ik vind het gewoon, als het homemade is en het is lekker, ja, ik ga daar gewoon voor. Ik hou daar echt van. Ik hou gewoon van lekker eten. Ik hou gewoon van eten in het algemeen. I love it. Vind je dit leuk? Geef de video een duimpje omhoog. Dan weet ik hoeveel interesse er is om dit misschien nog een keer ooit te doen. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer. Doeg!